Leuk dat je weer kijkt naar deze video. Vandaag een video die eigenlijk vorige week donderdag online moest komen, maar ik ben daar uiteindelijk niet meer aan toegekomen. 2 weken geleden alweer, op woensdag, was ik jarig en ben ik 19 geworden. En ik heb mijn verjaardag natuurlijk gevierd met vrienden, tenminste een vriendin, mijn vriendje en familie. En eigenlijk best wel klein gehouden. Maar ik had ook niet zo heel erg behoefte om het heel groot te vieren. En ik heb toch wat leuke cadeautjes gekregen. En het leek me leuk om dat vandaag te laten zien. Ik wil wel even van tevoren natuurlijk zeggen dat het echt niet is om te laten zien van kijk mij nou eens wat ik allemaal krijg voor mijn verjaardag. Het is gewoon omdat het wordt aangevraagd vaak. En ik vind het zelf ook altijd leuk om even die mensen te bedanken via een video. Want ik weet dat sommige mensen die hier naar kijken een cadeautje hebben gegeven. Anyway, ik vind het in ieder geval heel erg lief allemaal. En het gaat er gewoon om dat ik het laat zien en dat ik er heel blij mee ben. En niet om te laten zien van kijk mij nou eens. Ja, dat wil ik gewoon even van tevoren zeggen. Ja, laten we beginnen met de video. Oké, als eerste heb ik nooit echt een verlanglijstje gehad. Maar dit jaar heb ik het anders gedaan. Want ik heb eigenlijk het hele jaar door dingen op mijn wonderlist. Zo'n lijstje geschreven wat ik wilde hebben. Elke keer als ik iets zag waarvan ik dacht, hey, dit wil ik wel hebben. En dit is leuk om te krijgen bijvoorbeeld. Of dat het net iets te duur is voor jezelf. Maar wat je met je verjaardag bijvoorbeeld, dat mensen dat samen kunnen geven. Zoals een statief of een tas wilde ik heel graag. En een objectief voor mijn camera. Allemaal dat soort dingetjes. Die heb ik gewoon opgeschreven. En elke keer als ik er naar keek en dacht, nou ja, dit is nu niet meer zo van toepassing. Dit wil ik niet meer, dan haal ik het eraf. En uiteindelijk heb ik een heel erg leuk lijstje voor mijn verjaardag. En dat ging eigenlijk super goed. Normaal weet ik nooit zo goed wat ik moet vragen. En dan ga ik last minute dingetjes zoeken die ik wil hebben. En dan uiteindelijk krijg ik dingen waarvan ik denk, ja, daar heb ik echt helemaal niks aan, weet je wel. Dat ik denk, ja, het is heel lief, daar niet van. Maar dan denk ik, ja, dan had ik liever of geld gekregen of iets wat ik echt leuk vind, weet je wel. Dus op die manier, misschien een tip. Laat ik beginnen. Ik ga gewoon beginnen met iets wat ik, waar ik echt super blij mee ben. Namelijk het boek van Anna Nushin. En dit is het boek On Top en niet On Life. Volgens mij is dat haar tweede boek. Maar ik wilde deze heel graag lezen en ik ben al een beetje begonnen. Ik wilde dit boek zo graag. Ik vond het echt zo'n leuk boek. Leek me heel leuk. En het is een mooi formaatje. En ik vind Anna Nushin gewoon echt een heel erg voorbeeld. En ik vind het heel erg tof hoe zij haar leven leidt. En hoe dat met haar geschiedenis, haar afkomst. Hoe ze dat verwoordt in het boek. En ik ben nu begonnen. En het pakt me nu al. En er staan ook hele mooie fotootjes in. Ook foto's van haar waarvan ik dacht, ja, wow, weet je. Het is gewoon super tof om dat te hebben. En ik hou tegenwoordig echt heel erg van boeken. En ik vind het heel erg mooi om ook persoonlijke verhalen te lezen van mensen. En ik ben ook echt van plan om wat meer te lezen de laatste tijd. Misschien ook omdat het najaar wordt, maar goed, dat is in ieder geval iets wat ik heel erg leuk vind. Ik ben in ieder geval heel blij met het boek en ik ga hem ook echt zeker lezen. Verder had ik ook een boek gevraagd voor Mr. Kate. Alleen dat is echt super lastig om te bestellen, omdat dat natuurlijk uit het buitenland komt. Maar dat boek zou ik ook echt heel graag willen hebben. Verder heb ik ook dit hele mooie kettingje gekregen. Je ziet hem nu niet helemaal goed, maar ik zal hem even close-up filmen. Dit is namelijk een heel mooi gouden kettingje. Hij is echt goud als toplaagje, zeg maar. De rest is gewoon zilver. Dus hij is helemaal van echt edelmetaal. En dat vind ik heel erg fijn, omdat hij dan niet verkleurt. Ik koop wel eens kettingjes bij de Action of bij de Primark, bedoel ik. Of de H&M. En dan is het echt binnen een paar weken dragen. Een paar keer dragen is het gewoon helemaal, ja, verkleurd. Vind ik gewoon zonde. Hij heeft een heel mooi pijltje en er stond ook een hele mooie tekst op de verpakking. Ik weet het niet aan mijn hoofd, maar het ging in ieder geval over volg je dromen en doe het op jouw manier. En dat vond ik heel erg mooi. En die heb ik dus van mijn ouders gekregen. Daar ben ik super dankbaar voor. Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Ik draag natuurlijk heel vaak deze zilveren. Maar nu kan ik afwisselen met goud. Dus super mooi. Daarbij kreeg ik ook nog chocola. Want iedereen weet hoe gek ik op chocola ben. En Tony Chocolonely. En dit is met zeezout en amandel. En dit was 51% puur. Valt eigenlijk nog wel mee op puur. Ik heb laatst repen gekregen van 85%. En verder heb ik ook met puur met hazelnoten. En ik weet niet hoeveel procent dit is. Staat er niet op. Anyway, ik hou gewoon heel erg van chocola. En ik had laatst puur met hazelnoten. En dat vind ik zo ontzettend lekker. Ik hou gewoon van noten in chocola. En helemaal als het puur is, dan vind ik het helemaal top. Verder heb ik ook een hele leuke etelsbon gekregen van mijn nicht. En ja, daar staat dus geld op om bij de etels uit te geven. En dat vind ik altijd super fijn om te krijgen. Want ik koop eigenlijk altijd wel dingetjes bij de etels. En er zijn altijd wel dingen die ik nodig heb. Of ik kan er een leuk make-upje van kopen. Of een mooi nagellakje. En dat vind ik gewoon altijd heel erg lief. En ze geeft dat eigenlijk elk jaar. Dus dat vind ik heel lief. En daarbij kreeg ik nog een heel erg leuke etels lime en mint shower foam. En die is super lekker. En ja, hij ruikt heel erg lekker.
Echt dat minty. Ja, heel kruidig en heel lekker vind ik echt heel fijn. Soms hou ik van zoete geuren, maar dit vind ik ook heerlijk. En verder kreeg ik ook nog dit leuke armbandje. En dit is met een hartje erdoor. En ja, ik vind hem gewoon super lief. Ik draag altijd deze armbandjes. Maar ik vind het ook wel leuk om er eentje met een hartje erbij te dragen. Dus ook daar ben ik super blij mee. Dan heb ik van mijn nicht, mijn andere nicht, dat is de zus van mijn andere nicht, een hele leuke set gekregen. En dat is dit dienblad met allemaal leuke cadeautjes. Ik heb het natuurlijk al uitgepakt, maar het zag er echt ontzettend lief uit. Heel erg mooi ingepakt en ik hou echt van dit soort cadeautjes. Ik geef het ook heel graag weg aan mensen waarvan ik niet zo heel goed weet wat ze willen, zeg maar. Dan pak ik gewoon het dienblad. Pak ik wat leuke kaarsen, chocolaatjes, lekkere body lotion. Deze is van Dove. Hou ik gewoon heel erg van. En ik hou van, dit is zo'n winter limited edition. Ruikt heerlijk. Beetje stom, ik had hem laatst gebruikt als douchegel. Ik dacht het is een douchegel, maar het is een body lotion. Heel fijn, die vind ik eigenlijk fijner, want ik heb superveel douchegels. Verder zit er nog een geurkaart in van vanille. Ik brand die echt continu. Hier staat er nu ook eentje aan. Ik vind het gewoon super lekker. En nog een handwarmer. En die heb ik al gebruikt. Dus die moet even gekookt worden. En dan is die weer vloeibaar. En dan kan ik hem weer gebruiken. Ik hou echt van deze dingen. Love it. En deze wil ik ook echt gewoon in mijn tas doen. Zodat als ik het echt super koud heb. Super koude handen heb. Dan kan ik even dit doen. Bijvoorbeeld in de trein of zo. Dan, ja. Dan ook nog deze mok. Heel erg leuk. Die past natuurlijk super leuk bij mijn nieuwe serie. Koffiepauze. Er staat Black Café. En daar zitten allemaal lekkere chocolaatjes in. En daar heb ik er natuurlijk al een paar van op. Ja, yeah, I know. En het zijn hele lekkere chocolaatjes met allemaal crunchy dingetjes erin. She knows me too well. En dan deze. Oh my god, I love this so much. Dit is echt gewoon heaven. Ik had er al een, tenminste mijn zus had er een en die heeft hem hier laten staan. Die woont niet hier, maar die heeft hem wel hier laten staan. En nu heb ik gewoon mijn eigen. Oh, love it. Dus mijn vriend wordt hier ook heel blij van, not. Maar goed. Ik vind het in ieder geval heel erg fijn. En als laatste zat er dit maskertje bij. En dit is een dubbel masker. En deze heb ik ook al eens gekregen. Ook van twee lieve meiden van Op Your Battle. Dat was echt al... Is dat een jaar terug? Ja, denk het. Ik hou gewoon van maskers. En natuurlijk dit dienblad. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Want ik kan hier weer hele leuke DIY's van maken. Dus dit komt altijd goed van pas. Dan iets wat ik echt heel erg nodig had eigenlijk. En dit is ook de laatste keer dat ik hem met iets anders vervang eigenlijk. Dat is namelijk een nieuw statief. En daar ben ik super blij mee. Want ik wilde dus deze. En ik had deze dus echt nodig. Ik had deze dus al een hele tijd op mijn verlanglijst staan. Het is toch een beetje een uitgave waarvan je denkt, ja, ik weet het niet. Deze was niet zo heel duur hoor, maar goed. Ik heb hem uiteindelijk wel gekregen en ik ben er super blij mee. En het scheelt toch weer in de uitgave. En ja, ik heb dus een nieuw statief. Super blij, want het statief waar jullie nu op staan is echt aan vervanging toe. Hij schuift elke keer weg en hij blijft nu nog goed staan. En de schroefdop is helemaal lam eigenlijk. Ik moet hem heel hard dichtschroeven mocht die vast blijven zitten, anders zakt die weg. Heel handig, not. Dus ik ben super blij met deze. En het oude statief was ook van mijn vader geweest. Dus het is niet zo dat die nog niet zo oud is of zo. Ik ben er altijd heel zuinig mee geweest. En ik vind het ook heel fijn dat ik die heel mijn YouTube carrière heb mogen lenen. Maar nu heb ik gewoon mijn eigen en daar ben ik super blij mee. Hij is ook nog eens heel erg lekker licht. Dus voor mijn werk is dat ook ideaal als ik hem nodig heb. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Volgens mij was dat het. Alleen dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik heb ook nog een prachtige tekening van mijn achterneefje gekregen. Die ligt beneden. Die ga ik niet laten zien. Maar het was wel heel erg schattig. En ik ben gewoon heel erg blij. Gewoon... Ja, en mijn cadeautjes. Ik vind het heel erg lief. En het was ook nog eens heel erg grappig. Ik heb dit kettingje gekregen van Lian. Ik heb daar ook een post op Instagram gepost. Moet je even checken. Die kreeg ik op mijn verjaardag. Dus ik zie dat een beetje als een verjaardagscadeautje. En dat vond ik super lief. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er komen super veel leuke video's voor het najaar. En ik ben super excited. En ik hoop jij ook. Bedankt voor het kijken van deze video. Doe een like op deze video als je hem tof vond. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Want dan hoor je bij de supergezellige familie op mijn YouTube kanaal. Yay! Oké, ik ben happy. En ja, ik ben 19. Nog één jaartje en dan ben ik de tienerjaren uit. Ja, ik weet niet of ik daar happy om moet zijn of niet. Maar we will see. Oké, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer weer. Ciao!